Vlaanderen telt meer dan 400 jeugdhuizen. Jeugdhuizen zijn vrijgesteld van BTW sinds 1971. Minister Van Overtveld wil daar nu een einde aan maken. Gevolg? Minstens 150 jeugdhuizen worden vanaf 1 januari 2016 gemengd BTW-plichtig. Waarom zij? Ze zijn veel geopend, organiseren massas activiteiten, bereiken veel jongeren en hebben daardoor een omzet boven de 50.000 euro. De minister wil dat ze ofwel minder open zijn, ofwel BTW-plichtig worden. Hierdoor zullen ze nood hebben aan een boekhouder. Kostprijs 4.000 euro. Ze zijn persoonlijk aansprakelijk, waardoor ze als jonge vrijwillige bestuurder zware boetes riskeren bij fouten. Ze moeten facturen opmaken, kwartaalaangiftes doen, kasadministratie bijhouden, financiële aantekeningen maken, tussentijdse controlerekeningen maken en ga zo maar verder. Dit zal de jeugdhuizen naar schatting 2 miljoen euro kosten. Ook zullen ze alle extra kosten moeten doorrekenen aan hun bezoekers. De jeugdhuizen vinden dit niet oké en vragen het behoud van de regelgeving die al 45 jaar perfect werkt. Wat kan jij doen? Steun de jeugdhuizen en like de pagina BTNE op Facebook. facebook.com/jeugdhuizen verwacht een dialoog.